Als wij beginnen met rondleidingen, dan zeggen wij altijd tegen de mensen even rustig wezen, want wij willen graag eerst even iets uitleggen van het wapen dat boven de ingang zit. Dat is het wapen van de stichters van de kerk. En de stichters van de kerk, dat is een echtpaar, Hendrik Pickard en Anna Elisabeth Rengers. En die wapens, die zijn 3, 4, 5 jaar geleden, zijn die wapens schitterend gerestaureerd. Wij vinden het zelf geweldig. Dat is ook door een heel gerenommeerd bedrijf gedaan, hoor. Ja, en ik zag er ook een hele mooie Latijnse tekst onder staan. Wat betekent dat? Er staat inderdaad een hele mooie Latijnse tekst onder. Nou spreek ik geen Latijns en ik kan het ook niet lezen, maar ik heb geprobeerd de vertaling in mijn hoofd te prenten. Er staat ongeveer in: dit gebouw is gesticht ter ere Gods, tot opbouw van de gemeente en tot rustplaats van het gemeente. En het is uit eigen middelen betaald. Wat waar is, mag gezegd worden. En daaronder hun namen. En waarom staat erbij tot rustplaats van het gemeente? Na hun huwelijk zijn zij hier in Harkstede komen wonen, in de borg Klein Martijn. Helaas is daar nu niets meer van, ja, alleen straatnaam. En toen kwamen zij al gauw tot de ontdekking dat zij in de kerk in Harkstede hun laatste rustplaats wilden hebben. Wat is er gebeurd? Hier stond een kerk met een losstaande toren. Die oude kerk hebben zij laten afbreken. En toen hebben zij een nieuwe kerk hier gebouwd. En de kerk is gebouwd tussen 1692 en 1700. Dus wij noemen het nog de nieuwe kerk, maar hij is al enige jaren oud, hoor. Ja, ja. Maar toen zagen zij dat de toren nog goed was. En wat hebben ze gedaan? De nieuwe kerk tegen de bestaande toren aangebouwd. En de toren is dus uit 1250. Dus die is heel erg oud. Er zit dus ook nog een cachot, een gevangenis in de toren. Ja, ja. Dus, maar zo is dat gebeurd. En dus de kerk is gebouwd tussen 1692 en 1700. In april 1700 is de eerste kerkdienst geweest. Maar zij hebben niet heel erg lang genoten van hun kerk. Want zij, Anna Elisabeth, is in 1704 al overleden. En Hendrik is in 1712 overleden. En zo lang staan hun kisten hier ook al in de kelder van de kerk. Ja. Ja, ik neem aan dat hun daar begraven zijn. Waarom hebben ze daarvoor gekozen? Zij wilden hier hun laatste rustplaats hebben. En zo is dat gebeurd. Ja. Ze zullen best gebalsemd zijn. Dus maar. En het echtpaar is kinderloos gestorven. Maar daartussen hun beide kisten in ligt nog een klein kistje. Dat is een 2-jarig meisje. Dat is ongeveer 80 jaar later bijgeplaatst. Dat was een nazaatje van een broer van hem. Okay. Ja. Ik begreep dat er ook in de torens gekeken kan worden. Wat valt daar nog te zien? Nou, in de toren. Ik woon hier zelf. Ik ben hier niet geboren en getogen. Maar ik woon hier al heel lang. En toen ik hier kwam wonen, toen wilde ik ook eens een keer graag in de toren. Want dan kun je de gewelven, zie je wel hier. De gewelven zie je dan vanaf de andere kant. Een prachtig gezicht. Maar waar hadden ze vroeger in de kerk? Zo'n hele lange ladder, als je ook bij boeren zag, zonder leuning. Ik weet nog wel dat het mij gelukt is om die trap op te komen, de hele lange ladder. En toen moest ik de ladder ook nog weer af. Het is al jaren geleden. Maar het is, ik voel als het ware nog de angst. Oh, dan moet ik er ook nog weer af. Maar nu hebben wij na de restauratie van de kerk, is er een schitterend trappenhuis in de kerk gekomen. Dus je kunt nu in de toren. Dus je kunt nu echt daar zo mooi in lopen en alles bekijken. En wat zie je daar dan? Als wij tegenwoordig mooie plankjes willen hebben, dus wat doen we dan? Die worden helemaal keurig rechtgezaagd. Maar vroeger was dat niet zo. Je ziet nog de vorm van de bomen in sommige planken, zou ik wel zeggen. Echt schitterend. En wat je ook ziet, ik noem dat houten spijkers, maar dat is een andere naam waar ze mee verbonden hebben. Helaas moesten sommige planken vervangen worden, maar die waren zo vermolmd, dus die konden ook niet meer bewerkt worden. Maar wat bewaard kon blijven, dat is bewaard gebleven. Gelukkig, gelukkig. En waarom vinden jullie het dan zo belangrijk dat jullie de mensen hier uit de buurt deze kerk kunnen laten zien? In de eerste plaats, Harkstede is nu een, toch wel een redelijk welvarend dorp. Maar vroeger was het ook
Nou, toch wel een niet zo'n erg rijk dorp. Hier zie je bijvoorbeeld in Harkstede ook niet van die hele mooie boerderijen zoals je bijvoorbeeld in Schildwolde ziet. En dan was het uniek dat in zo'n dorp zo'n geweldig gebouw stond als deze kerk. De kerk staat een beetje hoger in het landschap. En waarom was dat? De Picards wisten dus al dat zij hier in deze kerk hun laatste rustplaats wilden hebben. Het is hier een laag gebied, nu al en toen ook al. Dus de kerk moest een beetje hoger staan. Want anders zouden een beetje oneerbiedig gezegd de kisten in het water gaan drijven. En dat moesten we niet hebben. Overal hebben ze hun wapens nagelaten. En als je dan in de kelder kijkt naar hun kisten, die zijn zo eenvoudig, het kon niet eenvoudiger. Daar staan wij ook altijd nog verbaasd van. Zij hebben in deze kerk een uniek orgel laten plaatsen. Een Arp Snitker orgel. Maar in de jaren 30 van de vorige eeuw, toen is er ook een restauratie geweest. En toen hebben de toenmalige mensen die daarmee bezig waren een hele stellage boven erachter geplaatst. Maar ze hebben gelukkig het front van het orgel laten staan en ook de pijpen. Toen de kerk overgedragen is aan de Stichting Oude Groninger Kerken, is dat direct aan de stichting dus ook meegedeeld. Alles wat wel uitgezocht en is meegedeeld. En het orgel wordt nu helemaal teruggebracht in de situatie van 1694, toen het er ingebouwd is. Zijn wij toch helemaal blij mee. Kijk, op het ogenblik, de orgelpijpen, dat kun je hier ook zien, die zijn eruit gehaald, die liggen nu bij de orgelbouwer. Want die orgelpijpen, die waren dus nog origineel. Dus daar kun je wel voorstellen, daar moest wel iets aan gebeuren. Nou ben ik daar technisch niet goed in, dus daar, wat er allemaal aan moest gebeuren, vraag mij dat even niet, want dat weet ik niet. Maar vandaar dat wij op het ogenblik ook niet naar boven mogen bij het orgel. Okay. Maar als dat orgel gerestaureerd is en wij hopen aan het eind van dit jaar, nee, eigenlijk hopen wij met Open Monumentendag is het eerste weekend van september, maar of dat gebeurt, dat weten we niet. Maar als het gerestaureerd is, dan zullen we dat wijd en zijd bekendmaken, want dan hebben wij weer zoiets unieks in Harkstede. Nou, en dat in zo'n dorp, is toch geweldig? Ja.